drinkwater in plaats van frisdrank mee naar school nemen. Dat is het streven van de Prinses Juliana School. Vandaag maakten de leerlingen kennis met de drinkwatercampagne van Doe Even Gezond. De Prinses Juliana School is een Doe Even Gezond school, die dus ook meedoet aan dit project. Zij zijn sinds dit jaar een Doe Even Gezond school en hebben de watercampagne de afgelopen jaren eigenlijk min of meer gemist. Omdat zij zo goed bezig zijn, hebben wij besloten om de watercampagne naast de andere campagne Gratis Bewegen alsnog voor de zomervakantie door te voeren. Maar hoe krijg je kinderen zover om water te drinken? Wij gaan eerst dit traject even goed neerzetten, zodat er op school voldoende water wordt gedronken. En dat we hopen dat de kinderen straks ook water mee gaan nemen of de bidons op school houden, zodat ze met een pauzehapje, maar ook tussen de middag water kunnen gaan drinken. En daarnaast gaan we volgende week ook de ouders informeren en enthousiasmeren, zodat dat een heel groot project wordt, zowel op de school als bij de kinderen thuis. Dus wij willen dat de kinderen om schooltijd, na schooltijd meer gaan sporten. Daarbij ook letten op hun voeding. Agatha uit groep 7 is de drinkwaterambassadrice van de school en probeert haar schoolgenoten te motiveren. Drink jij zelf ook veel water? Ja. Hoeveel? Nou, ik weet niet, een liter of anderhalf per dag. Water drinken tijdens het sporten is erg goed voor je lichaam. Neem je bidon met het water naar de gymzaal en zet deze in de krat tijdens het wisselen van de gymles. Kan je dan even snel een slok water nemen. Applaus. Heel goed gedaan.